gaan het vandaag weer hebben over bedrijfsuitjes. Want daar hebben we het al de hele week over. We hebben 2 jaar lang onze collega's allemaal niet kunnen zien. Allemaal door een schermpje via Zoom of via Teams. En gelukkig kunnen we nu weer wat meer bij elkaar komen. En dan ook erop uittrekken. Ja, dus deze week elke dag op dit tijdstip de leukste bedrijfsuitjes bij ons in de regio. Heb je nou geen zin in bel gooien, in zeilen of in een DAFje toeren? Nou, dan kun je ook gewoon genieten van de natuur. Want je kunt op bedrijfsuitje naar het Horsterwold bij Zeewolde. Hans Breeveld van Staatsbosbeheer, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat valt er allemaal te beleven tijdens een bedrijfsuitje in het Horsterwold? Ja, dat is niet in 2 woorden te zeggen. We hebben een heel scala van mogelijkheden in ieder geval. En dat varieert van wandelingen onder begeleiding tot een ecokartocht die we kunnen maken als het weer toemaakt. Straks als het weer iets beter is, ook misschien met de kano op pad. Dus er zijn verschillende dingen die hier kunnen worden gedaan. Ja, want wat wil jij mensen tijdens een bedrijfsuitje vooral laten zien in het Horsterwold? Nou ja, het Horsterwold is eigenlijk een beetje een onderdekt pareltje, zeg ik wel eens. Iedereen kent de polder, men kent de grotere terreinen in Flevoland, die worden vaak wel gezien. Maar het Horsterwold is een gebied wat bijna 5000 hectare groot is. En dat valt eigenlijk een beetje in het niet gelijk bij de rest, dat een van de grootste natuurterreinen van de polder is. En dat heeft zoveel moois in zich. Hoe het beheerd wordt, de stille kern, een centraal deel, wat begraasd wordt. De landschappen zijn fantastisch. De hele rijke bodem die voor een ontzettend rijke natuur zorgt. Ja, dat is iets, dat moet je zien, dat moet je komen kijken. En ja, dat schermpje waar ik ook nu weer achter zit, ja, dat is niet de ideale manier om dat te doen. Nee. Dus je kan lekker weer mee met de boswachter. Toch is het wel misschien een bepaald soort bedrijf wat bij jullie komt. Want er zijn natuurlijk bedrijven die voor iets actiefs kiezen. Dit klinkt niet als heel erg actief. Nou ja, actief. Het is hoe actief wil je het maken. Kijk, als je echt heel erg actief wilt, moet je misschien de sportschool opzoeken. Wat ons betreft, een wandeling hier in de Stille Kern bijvoorbeeld, hè, dat is een struintocht. Nou, als je hier gaat komen om te struinen, dan kan ik je 1 ding garanderen. Dat is afzien in de zin dat het is nat. Het is niet op wegen en paden, het is buiten de wegen en paden. Dus dat is een belevenis op zich. En voor degene die wat minder goed te been zijn, hè, want die heb je natuurlijk ook, hebben bijvoorbeeld een ecokartocht staan. Dat is een elektrisch voertuig wat aangedreven is. Kun je met 18 man maximaal mee. En dan kunnen we een tocht maken door het gebied. We gaan dit jaar ook kijken of we iets met kano's kunnen gaan doen. Kortom, ook op dat punt is er wel echt heel erg fanatiek, heel erg zweet tot je erbij neervalt. Nou nee, dat moet je teleurstellen. Maar toch even, hè, voor wat voor soort bedrijf is dit nou echt een geschikt bedrijfsuitje? Ik denk eerlijk gezegd dat dit gewoon voor toch een beetje meer de wat groenere bedrijven zijn. De mensen die zeggen van, ik heb al zoveel gezien van natuur of van cultuur en de stad en alles wat erbij komt. Maar een keer onthaast, een keer eruit, een keer op een andere manier naar natuur kijken. Nou, dat naar je omgeving kijken eigenlijk, moet ik zeggen. En dan je ogen laten openen tijdens zo'n soort activiteit. Ik denk dat je daar een beetje in moet zoeken. Ja, Hans, ik vraag me af, je maakt met Staatsbosbeheer vaak vast zelf ook wel bedrijfsuitjes. Waar gaan jullie dan heen? Nou, wij doen dat niet zo bijzonder vaak. En als we dat doen, is dat vaak, dat klinkt een beetje raar. Wij collega's, hè. Ik bedoel, als wij ergens heen gaan, de Utrechtse Heuvelrug is hier niet zo gek ver vandaan. Maar het is een mooi gebied om eens hierheen te gaan. Een kiesje aan Zuid-Limburg is ook mooi. Of Friesland heeft ook zijn mooie kanten. Dus we hoeven wat dat betreft niet zo heel ver te zoeken. Want Nederland heeft gewoon heel veel moois. En natuurlijk binnen Staatsbosbeheer zijn er heel veel meer terreinen die heel mooi zijn, behalve Horsterwold. Horsterwold is denk ik wel heel erg mooi. Ja, want jij hebt denk ik ook helemaal niet meer zo nodig om te onthaasten tijdens een bedrijfsuitje als je zelf al in het Horsterwold kunt rondlopen. Nou ja en nee. Aan de ene kant zou je gelijk hebben, aan de andere kant ook in het Horsterwold, ook in de natuur, gaan dingen niet vanzelf. De natuur gaat vanzelf, daar hoeven we ons niet druk om te maken. Alles wat er nu tegenwoordig bij komt, hè, we hebben de drukte gezien, toch de afvalproblematiek die weer speelt, al dat soort zaken. Ja, dat houdt je wel bezig. We zijn ook met zorginstellingen bezig, we zijn met heel veel activiteiten bezig. Onthaasten, dat is een groot woord, maar bezig moet zijn. Moeten we niet te rooskleurig weer overdenken over het werk van een boswachter, nee, zo te horen? Dat hoor ik al, ja.
Ik zit nu ook achter een schermpje. Ja, inderdaad. Ja, terwijl je ook liever misschien buiten bent. Hans, ja, nou ja, als we dus met ons gehele bedrijf willen onthaasten en ook nog door de blubber willen lopen en struinen door de natuur en van alles moois willen bekijken, dan kunnen we bij jullie terecht in het Horsterwold. Hans Breveld van Staatsbosbeheer, heel erg bedankt.